meneer Poelhekken is ontslagen. Ja, gadverdamme. Waarom? Hij zegt vies. We vroegen aan hem, heb je spijt? Hij zegt nee. Dat komt omdat ik het besef, drink nog niet helemaal tot me door welke misdaad ik eigenlijk begaan heb. Nieuws. Dag Thijs. Hi. Oud-docent van het Montessori College. Ja, ex-collega. Ja, twee dagen hier gewerkt. Het waren twee fantastische dagen. Wat is er gebeurd? Nou, er is weinig gebeurd, er is veel misgegaan. Ja, ja. Je bent hier op deze school aangenomen als docent Nederlands. Ja. En leerlingen kwamen teksten van jou tegen van vroeger en die waren helemaal in de war daarna. Nou, niet de leerlingen waren in de war, vooral de school... Leiding was in de war. Ja. En ik ben zelf ook wel eens in de war. We moeten het wel even over die teksten hebben. Die teksten waar het over gaat is van heel lang geleden, volgens mij 10 jaar geleden. Ja. Dan ben je 17, vier je een heftig avondje en pijp je een klein beetje aan je hondje dat sowieso uitdagend kwispelde. Ja, dus volgens een nieuwsartikel was ook een meisje van 17 dronken in de war. Ja. En pijpte ze op een feestje. Wat is er gebeurd? Haar hond, ja, volgens de krant. Oh. En zij werd naar Halt gestuurd voor bestialiteit. Nou, ik vind, als je daar vooral naar Halt moet, ja. Dan kunnen jij en ik ook, hebben wij ook heel wat uit te leggen. Wat vind jij van die teksten die hij heeft gedeeld? Controversieel. Super simpel, ja. Valt niet heel veel over te zeggen. Ik kan er nu wel een hele mening over hebben. Hij zelf noemt het humor. Ja, het is een beetje een messed-up vorm van humor. Maar als je dat ziet, is het toch wel raar voor je docent, toch? Ja. Heftige teksten. Ja, klopt. Maar ja. 10 jaar geleden. Ja, dat klopt. Maar ja, dan hou je dat er toch af. Je bent ontslagen op basis van die tekst. Je hebt net gesprek gehad. Willen ze je weer terug hebben? Ik hoopte heel erg dat ze me terug wilden hebben. Maar dat zit er niet in. Nee. Waarom niet? Ja, er werd me verteld, er zijn voor mij 3 opties. Ja. Dat is of een lange en indringende stage gaan volgen bij de vrouw van Tom Egbers. Er is nog een optie. Dat is een podcast maken samen met Siewert van Linden. Of, laatste optie voor mij is een interview geven bij, op de televisie en heel veel huilen. Dat zijn de 3 dingen die er voor mij op dit moment nog in zitten. Ja. Nou, en ik heb nu een jobcoach gekregen. Die gaat met mij kijken wat het beste bij mij past van die 3 dingen. Ja. Nou ja, wat voel je zelf het meest? Nou, er ligt ineens van alles dicht voor me open. Ja. Ja, ik bedoel, op televisie kan ook nu als je wil. Ik ben wel verkouden. Meneer Poelhekken is ontslagen. Ja, gadverdamme. Waarom? Hij zegt vies. We vroegen aan hem, heb je spijt? Hij zegt nee. Nee, maar het is heel lang geleden. Nee, maar het is wel heel raar. Hij heeft geen spijt. Als hij spijt had, dan mocht hij blijven, maar... Ja. Nee. Ja, hij heeft geen spijt, want hij heeft zoiets van, ja, het is lang geleden, dus ik ja... Kan respect, hij is vies. Hij is vies. Alles moet gezegd kunnen worden, weet je. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar snap je dat mensen het misschien aanstoot geven, of dat ze ervan kunnen schrikken, of... Snap je dat? Nou, ik heb nu dus 7 coaches. Die gaan me daarbij helpen. Ja. En er komt een 25-stappen plan om afstand te nemen van dit, duistere verleden. Ja, want het is heel lang geleden. Je bent toch niet meer wie je toen was, of wel? Ja, dat ben ik nog precies. Oh, wel? Ja, tuurlijk. Oh. Ja, ik maak heel weinig ontwikkeling door. Ja. Daar krijg ik ook een extra coach voor. Ook nog? Ik krijg een extra coach. Hoeveel coaches heb jij straks? Nou, ik heb straks rond de... 35, 40 coaches. En maar alles ligt nu voor me open. Het is voor mij belangrijk dat ik vooruit kijk. Heb je zoiets van, joh, dat is heel lang geleden. We kunnen hem toch gewoon laten lesgeven? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het echt vies wat hij heeft geschreven. Vind je het terecht dat iemand dan ontslagen wordt daarvoor? Iets van 10 jaar geleden is geschreven? Ik denk dat het beter had moeten worden gecheckt daarvoor. Ik vind wel, als je over zoiets schrijft, dat je erover moet nadenken. Dat je daar later problemen mee kan krijgen. Ja. Ik vind het bijzonder, want wij lezen het verhaal. Je bent ontslagen op basis van... Ja, tweets van vroeger. Ik had een meer verdrietige man verwacht, maar er zit weinig verdriet bij jou. Dat komt omdat ik het besef, drink nog niet helemaal tot me door welke misdaad ik eigenlijk begaan heb. En dat is ook een heel belangrijk plan in het stappenplan van een aantal van de coaches. Berouw tonen en beseffen wat je verkeerd hebt gedaan. Alleen dan kun je pas echt vooruitgang boeken. Heb je echt iets verkeerd gedaan? Er zijn 47 coaches nu aan het nadenken wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Daar komt vast iets heel verstandigs uit. En ik denk dat het voor mij gewoon belangrijk is om met die coaches goede stappen te gaan zetten richting een gezonde toekomst. Nou, we zitten bijna op de 500.000 abonnees. Dat zijn er een hele hoop. En als we daar nou zijn, delen wij 50 Pwned hoodies uit. En die wil jij hebben. Dus abonneer snel en op naar het 500.000.